Het zal met degene ingegrepen zijn. Ik was de derde generatie en ja, ik ben er nog mee bezig op mijn oude dag. Het is een heerlijk vak om uit te oefenen. Mijn oma was huisnaaister. Mijn moeder werd na opleidingen gevolgd door coupeuse. En ik werd de lerares naaldvakken. Dus ik was, ik denk, een jaar of vier. En net na de oorlogse tijd, alles even arm. Dus mijn moeder had toch een lapje voor zichzelf kunnen kopen. Die was aan zichzelf op de oude trapnaaimachine een jurk aan het naaien. Ik zat er met mijn kleine handjes, gretige handjes, vlak naast. Want ik mocht de kleine lapjes hebben om voor mijn popje te gaan proberen een jurkje te maken. En op een moment was er een lapje op de grond gevallen, dat had ik gepakt. En daar had ik dus ook prettig mijn kinderschaartje in gezet. Toen moest mijn moeder de mouwtjes in de jurk gaan doen en ze kon maar één mouw vinden. En toen bleek dus dat ik dat gepakt had en ze werd boos, dat snapte ik toen niet als kind. Want ze had toch gezegd dat ik alle kleine lapjes mocht hebben. En zo'n kort mouwtje voor een zomerjurk is ook maar een klein lapje. Dus ja, nou ja, toen werd het maar een mouwloze jurk. Dus toen was ik er al gretig in en sindsdien heeft het vak me gegrepen. Ja, het is voor mij ook een hele uitdaging geweest. En nog... Om die trui te kunnen breien. Soms raak ik wel eens geïrriteerd, ja. Als er dan een fout in zit of ik zie het patroon even niet, dan leg ik het even neer en dan ga ik even wat anders doen. En dan kom ik terug en dan lukt het wel weer. Een paar jaar geleden vroeg een van mijn zoons van ma, wilt u een visserstrui breien? Maar ik zag dat patroon en ik zag het absoluut niet zitten. Maar toen heb ik een manier gevonden op internet, het continentale breien. En dat sprak mij wel aan. Het gaat sneller en het is ook veel minder belastend voor je polsen. Dus dat ben ik gaan oefenen. En toen dacht ik, nou, misschien zie ik dat nu wel zitten. En ik heb natuurlijk twee dames die mij daarbij helpen. En dan kan ik weer verder. Ik heb twee truien gebreid voor de manifestatie van het 150-jarig bestaan van de Waterweg. En we moeten ze aanbieden aan Abu Talib. Maar ik heb geen idee precies hoe groot Abu Talib is. Dus ik heb er maar twee gebreid. Eentje ietsje groter en eentje ietsje kleiner. En dan maar hopen dat het hem allemaal past. Maar het is wel mooi geworden. Het was een mooie uitdaging om dit te doen. Weer eens even helemaal in die visserstrui te breien. En respect te krijgen voor die dames die dat vroeger uit hun hoofd deden. Maar ik ben blij dat ze op tijd klaar zijn. En nu is het wachten op de manifestatie. Dan moeten we ze aanbieden. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Ja, ik ben echt een klein beetje trots op mezelf dat het zo goed gelukt is. Als ik het eerlijk zeggen mag. Morgen is hij echt helemaal af. Dan ga ik hem eventjes heel voorzichtig wassen en dan mooi platliggend drogen. Dat echt de hobbeltjes weg zijn. Dan zie je pas echt goed hoe mooi hij in het geheel geworden is. Dan gaat hij wachten op de manifestatie. Maar ik doe het met het grootste plezier. Het is echt leuk. Het is vakmanschap wat we hier leveren met z'n die de trui aan het breien zijn. Mag ik een warm applaus voor onze burgemeester Abu Talib. Het is even een loopje, dat gebruik ik. Ja, ik kies mijn momenten om hier vooraan zitten drie dames. Ze noemen zichzelf de Triple A's, heb ik gehoord. U gaat straks iets bijzonders aan onze burgemeester overhandigen. Mag ik een warm applaus voor Adrie Robol, Anneke Jacobs en Aafke Kralt. Komt u met mij mee? Ik ga u een handje helpen voor het trappetje. U mag naar boven, het podium op. U krijgt van deze dames iets aangeboden. Adrie, kunt u er kort iets over vertellen, over de Pernisser Visserstrui? Ja, dat kan wel. We zijn een beetje op hol geslagen. We wisten niet precies uw maat. Dus we hebben totaal drie maten gebreid. Dus die... Laat maar zien, mevrouw. In de Rotterdamtas. In de Rotterdamtas. Je kunt ze eruit halen. En dit zijn drie verschillende formaten. Ja. En dit is hem dus. Met de pompoenen eraan, zo het origineel hoort, want die mannen moesten hem dag en nacht aanhouden tot ze weer thuis waren. En hun afhankelijkheid wetende, dit onder andere zijn de godsogen die erin zitten. En hier ziet u onder andere die platte levensboom liggen. Dit patroontje dat symboliseert de golven op de zee. U kunt uw colbert... Nee. En drie maanden was het, hè? Drie maanden breien. Ja, drie maanden zijn we aan het breien geweest, ja.
Prachtig. Maar in welke maat het dan is, u moet maar kijken. U krijgt ze alle drie van ons. Kijk. Heel mooi. Nou, aardig gelukt. Nou, geweldig. Ja, hij komt ook goed van pas, eerlijk gezegd. Want ik heb in het kader van mijn persoonlijke boycott tegen Poetin de verwarming thuis bijna uitgezet. Ja, wat mij betreft gaat er geen euro meer die kant uit. Dat betekent dat ik mij behoorlijk warm aankleed, dus het komt goed uit. En ik moet u vertellen, ik was gisteren in de oudheidskamer in Pernis. En daar liep een meneer met zo'n trui. En vertelde mij ook waarvoor deze klosjes dienden. Namelijk op zee, als je zout in je ogen krijgt, dan was het om... Ja. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Dus elke keer als je denkt dat je... Ik woon nu bijna 50 jaar in Nederland, dat ik volmaakt ingeburgerd ben... ontdek je nog hiaten in je kennis van het nieuwe land. Dank u wel. Dames van de Pernisser Vissertrui, meneer Abu Taleb. Het is echt heel erg leuk allemaal. Sprookje, dat is goed gezegd, sprookje. Ja, dat is het.